What have you done for him lately? He watches over everything. So we sing, joyful, joyful, Lord, we adore thee. Welkom om met ons het mooie moment mee te vieren. Want wat zijn wij dankbaar om samen met de kerken dit project of dit hart van God uit te leven hier in Nijkerk. En nou ja, verder dan Nijkerk denk ik ook. Maar toen ervoer ik heel duidelijk, neem niet genoegen met de bloesems, maar hunkert naar nog meer de vruchten. Gebed is de sleutel tot genezing. Gebed is de sleutel tot hoop. En dat is datgene waar wij ruimte aan willen geven. En het is ons verlangen dat het huis van gebed die plaats mag zijn. Waar mensen komen en zeggen, ik ben die levende steen en ik wil mijn gebedsteen ook bijdragen. We hebben het net gehad over een stad tot bloei brengen. Dat wil God ook. Hij wil een land tot bloei brengen. En ik geloof in een gebundeld gebed. Ik geloof dat dit land nodig heeft om steeds meer plaatsen van gebed te hebben. Om steeds meer mensen te hebben die dat licht willen zijn. En die zeggen ja, ik wil bidden, ook voor dit land. Heer, we willen een plek creëren zodat u kunt komen. En zodat u kunt regeren boven alle machten en krachten. Boven Heer, en samen zegenen we dit team in Jezus' naam. Opdat er mensen komen om te zingen en te bidden en te dansen en te schilderen. En noem maar op, Heer. En als je straks naar binnen gaat, dan zal je zien dat er verschillende gebedskamers zijn. En dat hebben we gedaan omdat je op verschillende manieren kunt bidden. Je kunt alleen bidden en je kunt het gezamenlijk doen. Dus we hebben ook gebedskamers waar je alleen kan zijn. En je hebt gebedskamers waar je met meerdere mensen kan bidden. We hebben ook een plek waar we willen bidden ook voor mensen die ziek zijn of die herstel nodig hebben. Een plek van genezing, herstel en wonderen. Wij wijden dit huis u toe en bidden dat u het goede brengt. En met deze opening, het doorknippen van het gouden lint, met het blazen van de shofar, heffen wij, zogezegd, onze poort omhoog. Voor u, de Heer van de hemelse machten. Ik geloof dat dit een aanwinst is voor Nijkerk. Ook zo, sowieso de eenheid tussen allerlei verschillende kerken. Dat gaat het bevorderen, dat geloof ik zeker. Ik denk dat het Huis van Gebed een aanwinst is voor Nijkerk, absoluut. Omdat het een plek is waar mensen op hun eigen manier God kunnen vinden zonder dat het een kerkelijk kader heeft of een systemisch kader heeft. Dus dat mensen hun eigenheid kunnen houden en tegelijkertijd waarde kunnen vinden in dingen die al honderden jaren bestaan.